Oké. Welkom allemaal op onze actie van vandaag in het kader van de algemene nationale staking. Ik kan een paar dingen zeggen vooraleer we beginnen met de race. Men hoort regelmatig dat de non-profit nooit meedoet met acties. Nu, dat klopt niet. De waarheid is dat wij eigenlijk al een lange tijd geen echt stakingsrechten meer hebben, dankzij de minimumdienstverlening. Wij draaien al praktisch elke dag op zondagsdienst. Dus daarmee dat wij nooit zo opvallend kunnen meedoen aan acties. Daarmee dat wij aan alternatieve acties denken, zoals vandaag de Bomma-race. Ik heb goed nieuws, ik heb ook slecht nieuws. Namelijk, we hadden gezegd dat Slongs die van ons en Nigel Williams hier vandaag aanwezig zou zijn, maar alle twee zijn geveld door gezondheidsproblemen in de zin van dat Nigel door zijn knie is gezakt en dat Slongs die van ons al zoveel actie heeft gevoerd dat ze er nu even door zit van actie te voeren. Maar laten we eerlijk zijn, Slongs heeft al op elk piket de afgelopen staking geweest, dus zij verdient wel een applaus. Nu, de race, dames en heren. De race gaat zich achter jullie laten plaatsvinden. Het is een traject vol met obstakels waar de deelnemers een paar keren moeten rondcirkelen en dergelijke. En jullie mogen niet te snel gaan, want jullie zijn 67 jaar. Denk eraan, jullie zijn geen 20-jarigen en 30-jarigen, maar 67-jarigen die had veel trager kunnen stappen dan de meeste mensen.